Net als bij de meeste parastatale bedrijven zal ook de Raad van Commissarissen bij de Kanawaima Veerdienst vervangen worden. Dat zegt de huidige president-commissaris Hanisha Jairam tegenover onze nieuwsdienst. Ze zegt dat ze met opgeheven hoofd zal weggaan, omdat dankzij haar inzet een gammele veerboot compleet is gerepareerd. Daarnaast laat ze een ordelijke administratie achter. Als ik u maar een voorbeeld moet aangeven dat de boot welke wij hebben aangetroffen in zo'n belabberde situatie was, dat er een motor was op de boot welke om de 2 dagen door een houtverwerker werd geserviced voor €700 toen, vanaf 2017. Maar diezelfde houtverwerker had die motor vervangen en volgens geruchten en de dingen die je ziet hier, was die motor van een koeienstal gehad. Daarnaast hebben we een boot aangetroffen welke geen propeller had. Dus als ik u mag aangeven dat ik slechts een body heb ontvangen en met die body in principe het bedrijf verder moest runnen, hoop ik dat ik daarmee veel van die fabels uit de wereld heb verholpen. Want er wordt zoveel gesproken en mensen, prominente figuren praten over Kanawaima, wetende in wat voor situatie die boot was. Maar alles wordt geschoven naar onze raad. Ik moet wel met trots aangeven dat, ondanks het feit dat we slechts een body hebben aangetroffen, wij wel zo'n goed mogelijk boot gaan opleveren. Straks als we gaan overdragen, want u begrijpt ook dat we in een transitiefase zitten. En zoals je het volgt, dan merk je wel op dat je heel binnenkort vervangen zullen worden. Dus dat we vervangen zullen worden. Dus daar wachten we op. Maar ik mag wel zeggen dat ik met een gerust hart zal vertrekken hier, omdat ik boot achterlaat welke op eigen kracht gaat varen. Niet zoals wij dat hebben aangetroffen met een duwboot. Toen Jairam in augustus 2018 overnam als voorzitter van de Raad van Commissarissen, waren er geen jaarverslagen gemaakt vanaf 2015. De administratie was chaotisch. Nadat ze het vermoeden kreeg dat er malversaties waren gepleegd, vroeg ze de procureur-generaal om een klad onderzoek te verrichten binnen het bedrijf. Er is over en weer geschreven naar verschillende instanties, naar de minister, naar KLAT. En we hadden in september 2019 wel een gesprek met KLAT, waarbij dus dan men zou komen om onderzoeksvoorstellen op papier te zetten. En van start te gaan om die achterstanden in te halen. Echter vanwege verschillende redenen is het tot nu toe niet gelukt dat het proces op gang wordt gebracht. President-commissaris van Veerdienst Kanawaima Hanisha Jairam, die elk moment door de huidige regering zal worden vervangen. De veerboot zelf wordt vanaf 12 december ingezet.